We gaan vandaag kijken hoe we deze 3D-beer kunnen creëren met Blender en daarna hoe we er een NFT van kunnen maken en op OpenSea kunnen plaatsen. Voordat we kunnen beginnen met het creëren van onze 3D-beer, hebben we daar een software voor nodig. Blender is een open source software, dus gratis te gebruiken voor iedereen. Hiermee kun je dus 3D-animaties bouwen. Wel moet je hem eerst downloaden. Dus je zegt download Blender en hier kun je hem downloaden. Dan begint hij met downloaden en daarna kunnen we meteen beginnen. Wanneer ik Blender open, dan zie ik dit scherm. Als jullie Blender voor het eerst willen gebruiken, zien jullie voorafgaand aan dit scherm, zie je een ander scherm. Daar maak je een aantal selecties en die zie je daarna ook niet meer terug. Dan zie je dit en je klikt op General. Dan laat hij dus je beginscherm zien. We zien hier een collectie bestaande uit camera, kubus en licht. Ik ga even alles verwijderen, zodat we met een leeg scherm beginnen. We willen een lichaam creëren, dus we gaan hier naar Add. Mesh, dat laat alle voorwerpen zien. We hebben een kubus nodig. En ik ga naar het vooraanzicht. Ik maak hier even een kopie van. Ik sleep dit naar boven. We willen een hoofd creëren en een lichaam. Nou, dit is een vierkant. We willen hier een rondje van maken. Dus ik ga hier naar Modifier Properties en ik zeg op Subdivision Surface. Dat maakt er een soort van een cirkelachtige vorm van. Nou, hier willen we een lichaam van maken, maar we willen het een spiegeleffect geven, zodat alles wat aan de rechterzijde doet, automatisch wordt gedupliceerd aan de linkerzijde. Hoe doe je dat? Je klikt hierop en je zegt Edit Mode en dan doen we rechter muisklik. Subdivide, dan zie je dat hij wat lijntjes gaat trekken. We klikken hierop en we maken er een X-ray van. Dan zie je de binnenkant. Wat we willen doen is eigenlijk de linkerzijde willen we verwijderen. Dus deze zijde willen we verwijderen. Dan verwijder ik zeg maar de faces en ik selecteer dit en ik zeg dat ik dus hier en dan bij Add Modifier zeg ik dat we een mirror effect willen toevoegen. Nou zien we heel mooi dat we dus de rechterzijde kunnen aanpassen. En dat wordt automatisch aan de linkerzijde wordt dat gedupliceerd. Bijvoorbeeld als we hierop klikken. Ik wil de lijntjes hebben. Wanneer we hierop klikken, dan kunnen we natuurlijk middels de movement kunnen we hier wat bewegingen maken. En zo zie je heel mooi dat ook het linker gedeelte mee beweegt. Kunnen we hier nog een aanpassing maken. En dit lijkt al meer op een lichaam. Als je hier blij mee bent, dan kunnen we verder gaan. Dan selecteren we dit geheel. En we gaan naar Add Modifier en we zeggen Subdivision Surface. Dan zie je dat het dan meer op een bol begint te lijken. Nou, eigenlijk is het meer een lichaam nu. Wat we kunnen doen is dit geheel even aanpassen als we hierop klikken. We kunnen bijvoorbeeld, mag ik wat verder inzoomen. Wil ik de onderkant een beetje breder hebben. En ik ga naar Edit en ik maak hem wat breder. Om hem beter te definiëren kunnen we bij Edit Mode kunnen we Ctrl-R toevoegen. En dan hier een lijn zetten. Dan wordt hij dus minder hoekig. En daarna gaan we dit bij Object Mode gaan we dit applyen. En wat we dan kunnen doen is dit direct ovaal maken. Hier weer Subdivision Surface. Dan zie je dat het ovaler is geworden. En daarna kunnen we natuurlijk het hoofd zoals we zelf willen aanpassen. We gaan nu een neus toevoegen. Dat doen we door het toevoegen van nog een kubus.
prima. Wat ik nu ga doen is, ik ga hier een kopie van maken. Middels Shift D. En dat wordt dan het puntje van de neus. En we gaan nu de oren maken. Dus we gaan hier bij Add doen we kubus toevoegen. Deze gaan we verkleinen. En we gaan hem glad strijken, dus een soort van een ovaal van maken. En dan kunnen we hier bij Edit, kunnen we weer zeggen Ctrl-R. En dan dat het meer gaat lijken op een oor. Ik ga nu de armen maken. Dat doen we weer door een kubus toe te voegen. Deze te verkleinen. En dan kunnen we hier weer op subdivision klikken. Ik ga nu met de benen beginnen, dus als we weer hetzelfde trucje gaan uithalen, dus Add en dan bij Cube, kunnen we dit natuurlijk weer verkleinen, zoals we zelf willen en verplaatsen waar we hem willen hebben. En dan kunnen we natuurlijk van hetzelfde subdivision surface kunnen we een voet maken en dan kunnen we deze natuurlijk weer gaan slepen waar we hem willen hebben. Nu we de voet hebben, kunnen we de ogen ook nog even toevoegen. Dat is weer hetzelfde. Deze mag wel heel klein zijn. Ik maak hier weer een subdivision van. Nu de ogen klaar zijn, wil ik er nog een extra dimensie aan toevoegen. Ik wil hem namelijk wat haar geven. Dat maakt hem meteen uniek. Nou, hoe doen we dat? Ik selecteer zijn hoofd. Dan gaan we hier bij, hoe heet het ding? Dit is Particle Properties. We voegen hier hair toe. Dan ga ik hier bij Object Data Properties. Dan moeten we ook een groep aanmaken, dat is hair. Dan ga ik hier weer terug en als ik dan aanvink hair, dan komt er overal uit zijn hoofd komt er haar. En goed, dat is natuurlijk goed dat het uit zijn hoofd komt, maar we willen alleen een specifieke locatie hebben waar het haar uitkomt. Dus wat we dan doen is, hier kunnen we aangeven hoeveel haar dat hij moet hebben. 500 is wat beter. Zijn lengte van zijn haar is nu 4 meter. 0,5 is ook prima. En dan gaan we hier bij Object Mode gaan we naar Away Paint. Zo kunnen we eigenlijk met onze
kwast. Met onze stift kunnen we aangeven waar we haren willen hebben. Dan kunnen we hier bij Vertex Groups kunnen we dat gaan linken. Zie je, dan komt eigenlijk alleen van waar we het hebben aangegeven, komt haar. Dan kunnen we hier naar Children, kunnen we naar Simple gaan of naar Interpolated. Kan ik hier 100 aangeven. En dan krijgen we dit. Wat we verder kunnen doen, we kunnen bijvoorbeeld een aantal veranderingen toevoegen. Wat clamping. We kunnen wat roughness toevoegen. Dus je kunt er eigenlijk mee gaan spelen hoe jij hem wilt hebben. Hair shape of een kink. Je kan zeggen dat hij krullen moet hebben. Oh ja, krullen, dat is ook wel prima. Wat is dit dan? Nee, een wave vind ik mooier of een braid. Dit is wel uniek. Nou, dit ziet er tof uit. Wat we ook kunnen doen is, we kunnen ook bij Particle Edit kunnen we een beetje kammen. Zodat het bijvoorbeeld, zodat zijn haar allemaal recht omhoog gaat en niet zijn oren bedekt. Dus als we dat zo doen. En hier ook wat bijkammen. Dus je kan eigenlijk ook een kapper spelen als je dat leuk vindt. Dan kan je hem zo bewerken als dat jij wilt. En dan gaan we weer naar Object Mode. En dan zien we dat hier zo uitziet. Nou, deze, hier ben ik wel blij mee, moet ik zeggen. Dus we hebben ook haar toegevoegd. Nu ga ik verder met inkleuren, even een achtergrond toevoegen en dan zijn we klaar. Wat ik nog heb gedaan, ik heb een aantal voedseltjes toegevoegd zoals jullie zien. En ik heb bij zijn oren heb ik nog wat toegevoegd. Ik heb het ingekleurd, ik heb een achtergrond toegevoegd. Dat doe je door Add, Mesh en dan Plain. Dan kan je een achtergrond toevoegen. En dan een kleur geven. Wat dan nog belangrijk is, als je denkt helemaal klaar te zijn, wil je hem natuurlijk renderen. Zo heet dat. Render. En dan render image. Alleen heb je twee dingen nodig daarvoor. Je hebt nog zon nodig, oftewel licht heb je nodig. En je hebt nog een camera nodig. Dat kan je ook toevoegen door hier op add te klikken. En dan heb je hier een camera. En je hebt light wat je kan toevoegen, want zonder camera kan die hem niet renderen. Als ik hem nu hier bijvoorbeeld op render klik, dan maakt hij een foto. Je ziet dat dit nog niet ideaal is. Ik moet dus de camera en het licht moet ik nog aanpassen, zodat ik het perfecte plaatje krijg zoals ik hem wil. Afhankelijk van de plek waar jij je camera plaatst en afhankelijk van waar je het licht plaatst, maakt hij dus een foto. En zoals jullie nu hier zien, heb ik hier een camera en heb ik hier het licht geplaatst. Ik moet hier nog even mee spelen, zodat ik een optimale versie hiervan krijg. Wat ik heb gedaan, ik heb nog wat schermen toegevoegd aan de achterkant en aan de zijkant. Ik heb wat lichtbronnen toegevoegd, zodat we ook wat meer lichtinval hebben. Dus dat de foto wat lichter wordt. En uiteindelijk heb ik de camera hier geplaatst, zodat we de hele beer goed op de foto krijgen. Als we dan op render klikken en zeggen render image, dan krijgen we deze foto te zien. En ik ben hier blij mee. Je kan hem inzoomen. Je kan hem nog schuiven als je dat wil. Maar ik ben blij met hoe die nu is. Dus als ik hem nog wat inzoom. Zo wil ik hem hebben. Wat ik dan doe is, ik ga naar Image. En dan zeg ik Save As. En dan kan je locatie bepalen. En dan heb je je foto opgeslagen. Nu we onze 3D-beer hebben gemaakt, dan willen we daar natuurlijk een NFT van maken. We gaan weer naar OpenSea. Ik heb hier overigens meerdere video's van gemaakt. Die kunnen jullie ook bekijken op mijn kanaal. We klikken daarna op Create.
Dan zegt hij, oké, wat wil je creëren? We voegen hier ons foto toe. Dan moeten we het hier een naam geven. Dus je kan whatever naam je wilt, kan je hier neerzetten. Ik zeg Beer Emperor. Hier kan je een externe link toevoegen, dus wanneer mensen op jouw NFT klikken, dat ze doorgelinkt worden naar jouw eigen website. Een description, laten we zeggen, Beer Emperor ready to rumble. Het is geen collectie, anders konden we dit allemaal invullen. Dus anders kon je properties toevoegen, maar dit is gewoon een single item. Dus dit hoeven we allemaal niet in te vullen. Hier vraagt hij op welke blockchain wil je hem gaan minten, wil je deze NFT gaan creëren. Je kan kiezen tussen de Ethereum blockchain en de Polygon blockchain. Ik kies voor de Polygon omdat deze gratis is. Dan zeg jij create. Dat duurt meestal een paar seconden voordat hij hem heeft gemint. Dus voordat hij hem heeft gecreëerd, de NFT. En nu zegt hij, would you just create the Beer Emperor? Dus we hebben van onze 3D beer hebben we een NFT gecreëerd. Als ik hier op kruisje klik, dan zien we hem hier staan. Hij staat hier ook owned by you. Hij is nog niet gelist en je ziet het event, hij is gemint. Dat betekent dus hij is op de blockchain gekomen 27 seconden geleden. En we hebben natuurlijk in ons vorige video hebben we al een eerdere NFT gecreëerd. Jack's ready for takeoff. Als het goed is, als je naar je account gaat hier, dan zou die zichtbaar moeten zijn. Maar dat duurt meestal een paar minuten. Dus als het niet gelijk zichtbaar is, dan is dat natuurlijk niet erg. Ik klik hier op profile. En hij staat er al. Beer Emperor. Dus we hebben hierbij onze 3D NFT gecreëerd.